Beste luisteraar en kijker van de Slimmer Presteren podcast. Voordat je naar deze aflevering gaat luisteren, even een kleine waarschuwing. Helaas werden wij getroffen door technische problemen tijdens de opname, waardoor de kwaliteit van deze aflevering ver beneden het niveau is wat je van ons gewend bent. We hebben er alles aan gedaan om de bestanden zo ver mogelijk op te krikken, maar het is nog altijd niet helemaal perfect. Maar ja. Wij vonden het gesprek met Louis de La Haye zo bijzonder dat we toch besloten hebben om hem te publiceren. En we hopen dat we in het voorjaar nog een keer bij Louis langs kunnen gaan om het gesprek verder voor te zetten. Een uur lopen levert voor mijn gevoel meer op dan een uur fietsen. Dus ik merk dat ik heel veel energie in lopen steek. Maar je zegt dus eigenlijk, ga maar op de fiets zitten. Ja, en het liefst zo lang mogelijk. Ja. Ja, dank, hoofdcoach van de NTB. Ja. Welkom bij de Slimmer Presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen en ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over slimmer presteren volgens succescoach Louis de La Haye. Hoe zorgen we dat we na het vrouwenwielrennen ook de triathlon een grote sport in Nederland wordt? We vragen het aan onze special guest Louis de La Haye, de stille kracht achter de successen van Annemiek van Vleuten, Marianne Vos en Robert Geesink. En sinds een paar jaar hoofdcoach bij de Nederlandse Triathlonbond. Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wil presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Ja, Jurgen, goedemorgen. Goedemorgen, Gerrit. Wat een bijzondere gast hebben we vandaag in de Slimmer Presteren podcast. Ja. Het is gelukt. Ja, het is gelukt. Zo voelt het, hè? Echt een beetje succes. Even heel kort, voordat we een kop koffie met hem gaan drinken. Hoe heb je hem weten te strikken? Ja, dat vermaledijde Twitter, wat toch ook wel handige functies heeft. Ja. Ik van de zomer, Tour de France was bezig, toen zag ik een tweet van het AD, Thomas Seidsma. Die had een stukje opgenomen video met Louis en met de vraag: hoe kan het toch zo zijn dat in die Tour zo verdomde hard gereden wordt? En Louis had daar interessante uitleg bij. Waarbij ook de hoogtestage een belangrijke rol speelde. En als ik het woord hoogtestage hoor, ja, dan gaan natuurlijk altijd bij mij mijn nekharen een beetje omhoog staan. Ja, aflevering 16 hè, van de Slimmer Presteren podcast. Dus daar heb ik gereageerd en mijn artikel ook nog opgestuurd. En in plaats van dat Louis mij helemaal afmaakte, wat normaal op Twitter misschien wel eens gebeurt, zei hij... Ik heb hem hier even nog staan. Hallo Jurgen, ik heb je artikel gelezen en ik ben nog steeds overtuigd van het nut van hoogtestages. Kunnen we het wel een keer over hebben? Lijkt me leuk om een keer af te spreken na het seizoen. Nou, het is nu na het seizoen. Dus een mooie gelegenheid om Louis te spreken. Nou, hij is live bij ons. Goedemorgen Louis de La Haye. Goedemorgen, jongens. Goedemorgen. Wat leuk dat je er bent. We gaan jou een beetje leren kennen, hoop ik. Inderdaad, een paar inhoudelijke noten kraken over, misschien wel over hoogtestages en over jouw visie op trainen. En we hebben de afgelopen dagen een oproepje gedaan op onze social media kanalen, @slimmerpodcast. Heb jij ook nog aardig geretweet. Dus er zijn vragen van kijkers binnengekomen. Onder andere een hele bijzondere, een van jouw atleten, namelijk Annemiek van Vleuten zelf, heeft twee vragen voor je. Dus die komen ook nog langs aan het einde van de podcast. Dus ik roep op aan alle kijkers en luisteraars, blijf kijken en luisteren. Maar laten we bij het begin beginnen. Deze podcast wordt ook bekeken en beluisterd door bijvoorbeeld mijn moeder. En die heeft geen idee, Louis de La Haye, wie is dat? Louis, je bent van oorsprong bewegingswetenschapper in Maastricht. Mm-hmm. Net zoals wel wat meer mensen die in deze podcast voorbij komen.
En toen zag ik, er is niet zo heel veel over jou te vinden op het internet, maar ik zag dat je eigenlijk al heel jong als bondscoach aan de slag ging bij de Triathlonbond. Ik weet nog heel goed dat ik in 2015 in de Tour de France rondliep en een telefoontje kreeg van Adrie Berk. Die was toen ook al technisch directeur en die zat een beetje omhoog. John Hellemans was op dat moment de headcoach bij de Nederlandse Triathlonbond. En die woonde in Nieuw-Zeeland, Christchurch, om precies te zijn. Nou ja, die hebben heel erg geleden onder die aardbeving. En die wilde gewoon terug naar huis om daar ook gewoon op sociaal gebied wat voor de community te betekenen. Maar dat betekent dus dat er geen hoofdcoach was. Nou ja, ik zat in de Tour, ik zeg Adrie, ik ben fulltime met wielrennen bezig. Nou ja, dat was wel een beetje lastig. Ik zeg, wat ik wel kan doen is zeg maar jullie coaches adviseren. En als je dan kijkt, wat houdt die functie of wat hield die functie eigenlijk in? Dat was inderdaad met name coach de coach. Ja, dus de bondscoaches ondersteunen bij het maken van planningen, sparren of training, dat soort zaken. Ja, dat kon ik er wel bij doen. Eigenlijk na de Olympische Spelen in Rio in 2016, toen kwam Rachel Klamer, de beste atlete, die kwam van ja, die zat op dat moment bij Joel Filio, en waarschijnlijk de topcoach in de wereld. Die zei van ja, ik wil eigenlijk weer naar Nederland komen en door jou jullie begeleid worden. Maar dat kwam weer in het dagelijkse trainerschap terecht. Dagelijkse basis begeleiden van het leven. Nou ja, ik vond het een mooie uitdaging. Maar dat betekende wel iets anders dan wat ik deed. En dat was eigenlijk een van de belangrijkste redenen dat ik uiteindelijk afgelopen jaar zeg maar gestopt ben met fulltime wielrennen. In ieder geval bij Jumbo-Visma. Aha, want dat is wat toen ik las van jij bent vorig jaar gestopt bij Jumbo-Visma. Had jij al zoiets van ja, ik hoef daar niks meer te doen, want het fundament is gelegd. Die jongens zijn klaar om successen te boeken. Want ja, dit jaar is natuurlijk duidelijk van hoe sterk de ploeg is geworden, hoe sterk de renners zijn. Of vind je het toch wel jammer dat je eigenlijk dit jaartje ook niet hebt meegepikt om te delen in die successen, waar jij natuurlijk ook een belangrijke bijdrage aan hebt geleverd? Nou, nee, ik geniet op afstand. Ik heb geen spijt van de keuzes die ik gemaakt heb. En mijn collega's noemen dat een beetje het Louis de Laai effect. Als het moment dat ik weg ben, dan gaat het een beetje als een speer vooruit in de prestatie. En dus zij zeggen dat omdat ik ooit ook bij de Duitse Triathlonbond gewerkt. En toen kreeg ik een kans om in het professionele wielrennen te gaan werken. En dat was nog wel een beetje een droom van me. Toen ben ik daar weggegaan en ik vond daarna werd Jan Frodeno Olympisch kampioen in Beijing. En daar gold eigenlijk een beetje hetzelfde. Ik was daarbij in Peking, ik was daar ook met de renners. En ik vond het gewoon fantastisch om dat te zien. Iemand met zoveel talent, ambitie en hard werken, dat hij dat haalde. En of dat nou onder mijn regie gebeurt, dat vind ik dan helemaal niet zo belangrijk. En dat is hetzelfde nu bij Jumbo-Visma. Ik vind het schitterend wat ze doen. Ik vind het schitterend dat ik daar ook een hele lange tijd en meer dan 10 jaar heb mogen werken en kansen gekregen heb om een idee uit te voeren. Ik vind het schitterend wat ze nu doen en ik geniet er net zo goed van. Ja, want jij begeleidt nog wel Robert Geesink, meen ik, hè? Klopt dat? Als ik dat... Dat klopt. Robert krijgt op dit moment trainingsschema's van Mathieu Heijboer en ik doe, hij noemt het maar de coaching, dus we doen een beetje samen. Ik werk met Robert al sinds zijn 18e of zo, dus dat is al zo'n beetje 15 jaar. En ik denk dat het goed is dat hij sinds vorig jaar wat nieuwe trainingsprikkels krijgt. Want je doet dat fantastisch. Maar ik ken hem ook heel erg goed. Dus zeg maar op het moment dat het een keer niet zo lekker loopt, of juist heel lekker loopt, dat soort dingen delen. En wat spiegelen, dat soort dingen, dat doe ik dan wat meer. Dat is leuk. Ja. Want dat is wel, denk ik, dat valt me op. Jij hebt hele lange verbintenissen, lijkt het, met jouw atleten. Natuurlijk Annemiek van Vleuten kennen we, Marianne Vos. Is dat de basis in jouw ogen voor... die tijd heb je gewoon nodig als coach om een soort vertrouwen te krijgen en om uiteindelijk jouw ideeën, denk ik, overgebracht te krijgen op de atleet die jij coacht?
Nou, ik geloof sowieso wel in langere relaties, omdat ik denk dat het investeren en leren kennen van iemand en hoe die reageert op training, maar ook hoe die als, eigenlijk misschien nog wel meer hoe die als mens is, dat dat een hele goede investering is, omdat het dan makkelijker te sturen is. Nou, je hebt een bepaald trainingsmodel in je hoofd en dat maak je vervolgens nog op dat leren, maar vervolgens moet je dat gaan fine-tunen afhankelijk van wie je voor je hebt. Is iemand wat meer aan, zit die wat meer aan de snelle kant of wat meer aan de dure kant? Is iemand eerder impulsief of iemand die lang nadenkt? Nou ja, ik denk dat lange relaties een goed ingespeeld team maken. Dus dat wil ik. Een leuk haakje voor een eerste kijkers- of luisteraarsvraag. Via Instagram kregen we een vraag van Koen van de Kouwen. Die was dat ook opgevallen, dat je naast jouw rol als hoofdtrainer bij de NTB ook nog steeds atleten individueel begeleidt. En hij vroeg zich af, hoe bepaal jij wie je wel en wie je niet ernaast nog begeleidt? Op dit moment is er een opnamestop. Op dit moment begeleid ik 6 sporters. En dat is zeg maar ook vanwege het feit dat volgend jaar weer een Olympisch jaar is. Dat houdt mijn energie mee. Meer kan ik gewoon niet doen. In ieder geval niet zoals ik het doe. Dus dat zijn 4 triatleten. Die Nederlandse, zeg maar Rachel Kramer, Maya King, Mark Quinty Schoens. En Richard Murray, man van Rachel. En daarnaast dan Annemieke en Marianne. En hoe bepaal ik met wie ik ga werken, is dat best wel eenvoudig. Ik ga met iemand eten. Dus op het moment dat iemand aanvraagt, zeg maar, kijk, op dit moment is er geen ruimte. Maar bijvoorbeeld de laatste die er zeg maar bij is gekomen, is Marianne. 2 jaar geleden, denk ik, ja. En ik belde op van, god, dit en dat, dat was via Annemiek gegaan. Die had een paar gezegd van, ja, misschien heb je toch wat meer begeleiding nodig. Nou, bla, bla, bla. En op een gegeven moment belde Marianne van, god, dit en dat. Zo. Ik zeg, nou ja, kom maar naar Geulen. Dan gaan we eerst bij mij thuis een beetje kletsen en daarna gaan we samen eten. Dan beslissen we van beide kanten, gaan we dit wel of niet doen. Op het moment dat je dan 2 uur hier thuis hebt gezeten, wat mij aan vak en ouderlijk hebt gesproken, vervolgens zit je 3 uur in een lekker restaurant. Ja, dan heb je er wel of geen gevoel bij. Kijk, als die 3 uur een kwelling zijn om door te komen, gaat het wat mij betreft niet, zoals ik werk, ook niet werken als trainer of leer. Als je daar aan het werk was, alleen ja, die 5 uur in totaal, die vlogen om. Dus we hadden allebei zoiets van, misschien kan dit wel werken. Ja. Dat is een beetje de Limburgse, Bourgondische aanpak, hè? Intake met 2-3 uur in een goed restaurant. Wat? Let je dan ook op wat ze eten en hoe ze eten en of het gezond is? En, nee, dat maakt of ze een wijntje bij het eten nemen of zo. Dat is liefst wel. Okay. Liefst wel, ja, precies. Liefst wel. Hey, want dat brengt me wel bij het volgende. We hadden het net al even over het Louis de La Haye effect. Wat zou zijn als jij weggaat, dan wordt er echt goed gewonnen. Maar toch serieus, wat is het geheim van Louis de La Haye als trainer? Waarom vinden die atleten het zo fijn om door jou gecoacht en getraind te worden? Dan moet je eigenlijk aan die atleten vragen. Ja, snap ik. Maar daar heb je zelf denk ik toch na al die jaren ook wel een beeld. Maar wat maakt jou nou uniek? Ja, atleten zeggen er wel eens wat over. Of sporters zeggen er wel eens wat over. Vorig jaar had ik een heel mooi. Zal ik dat even wat invullen? Want ik heb natuurlijk wel even. Wat ik erg leuk vond was een interview dat Annemiek van Vleuten met jou had op de site van de KNWU. En daar benoemt ze een paar dingen die in ieder geval die ik interessant vond. Eén daarvan is dat zij heeft geleerd bij jou om op gevoel te gaan trainen. En dat zij eigenlijk toen ze begon bij jou veel meer gericht was op cijfertjes, vermogensmeter, uitslagen, noem maar op. En dat jij haar geleerd hebt om dat overboord te zetten zoveel mogelijk en het gevoel te laten prevaleren. En met daarbij de spreuk zoiets van happy cyclists perform better. Dat is dat inderdaad. Dat is wel, denk ik, misschien wel de kern. En dat gevoel, dat gaat er eigenlijk 2 kanten op. Want de ene kant van het gevoel is wat jij nu benoemt. De happy athlete is a good athlete. Hè? Dus daar steek ik veel energie in. Op het moment dat er problemen zijn, hè,
kijk je van oké, waar komt dat vandaan, wat kunnen we daaraan doen, dat kunnen ze vaak zelf oplossen, maar ik kan erbij helpen. En op het moment dat sporters van een bepaalde training of trainingsmethode niet happy worden, dan ga ik het niet doen. Als iemand gewoon echt gewoon een schurfeken leven aan hoogte training, ga ik dat niet doen. Ja. Jorgen, ik weet dat het werkt, maar omdat we geen zin in hebben, dan gaan we het gewoon niet doen. If you don't want to be there, dan moet je er niet naartoe gaan. En dat geldt dus voor heel veel trainingsmethodes. Aan de andere kant, het trainen op gevoel is ook op het moment dat jij in een wedstrijd, ik noem maar wat, een tijdrit moet rijden, dan moet jouw gevoel geweldig goed ontwikkeld zijn. Want ik kan niet zeggen, je moet op dat wattage of die afslag gaan rijden, want dan is aan het eind van die 23,3 kilometer jouw tank helemaal leeg. Dan moet je zelf leren aanvoelen. En getallen zijn voor mij een ideale manier om zeg maar achteraf te bepalen van of die training goed is, wat eigenlijk wat de belasting is geweest en hoe jouw lichaam daarop gereageerd heeft, et cetera. Maar niet meer dan dat. Ik geef altijd het voorbeeld van een intervaltraining fietsen. Voor mij is bijvoorbeeld 4x8 minuten. En de opdracht is dan niet 4x8 minuten aan 300 watt met taffrequentie 80 of 90, weet ik veel wat. In die houding, maar het is gewoon 4x8 minuten, zo hard als je kan. Maar de laatste 8 minuten moet net zo hard kunnen als de eerste 8 minuten. Dus daarmee ga je leren om te pacen. Nou ja, dat is een van de essentiële dingen in duursport pacen. Of dat nou op een lange kool is, of met zwemmen, of met 10 kilometer lopen, maakt eigenlijk niet uit. En wat je dus gaat doen is, die eerste keer ga je die afhankelijk een beetje van het type dat je bent, ga je die eerste keer die 8 minuten te hard of te langzaam doen. En wat je dan ziet later, en wat de ervaring die zij hebben, want je vraagt naar dat, is ja, die laatste 8 minuten kon ik veel harder doen. Of ja, die laatste 8 minuten kon ik niet meer volhouden. Nou ja, dat is wat ik dan noem goede fouten. Heb je een goede fout gemaakt, want daar kun je van leren. Dus volgende keer moet je dan of iets rustiger of iets harder gaan. En zo kom je uiteindelijk tot het moment dat jij feilloos aanvoelt. En welk gevoel kan ik op die fiets rammen, zodat ik aan het eind van die tijd let, de tank ook echt leeg is. Ja. En dat gaat niet om een wattagemeter. Dus, wacht even. Ja. We hebben meerdere haakjes naar andere afleveringen. Want uiteindelijk, Louis, proberen we ook tips vanuit de topsport naar de amateurs te vertalen. Ja. Jij roept hier al even, dan heb je niks aan je wattagemeter. Aflevering 1, de koffie naar onze hand. Guido Vroeme draait zich om, niet in zijn graf, maar op zijn stoel. Zit hier dan ook een les voor amateurs? Dat je zegt, ga nou niet zo staccato allemaal op die waardes trainen, maar ga inderdaad veel meer dit soort oefeningen doen. Ga voor je gevoel net zo hard als je de eerste keer en kijk dan achteraf maar of dat gelukt is. Ja, ben ik met jou eens. Maar weet je, dat is mijn filosofie. En zo zijn er meerdere filosofieën. Maar mijn filosofie is van, ik vind een wattagemeter super belangrijk. Ik vind een hartslagmeter super belangrijk, maar niet om de training te sturen, maar om informatie uit die training te halen. Precies, om te evalueren achteraf. En daar. Als die continu gewoon te hard gaat, dan kan ik wel eens zeggen van ja, je mag niet boven dit of dat. Maar zeker voor de kerntraining of sleuteltrainingen, zoals ik dat dan noem, geef ik nooit een wattage op. En een trainingsschema van mij staat 99% van de tijd geen wattage. Aha. Ook geen afslag. Oké. Maar dan staat er gewoon bij, dit is de bedoeling. Je moet vandaag 3x10 minuten tempo duur doen. Die sporter weet dan wat ik bedoel en welk gevoel erbij hoort. En achteraf kan ik kijken, oh, dat was 300 watt, 310, en op welke hoogte. Want de context is namelijk zo verschrikkelijk belangrijk. Op het moment dat ik een schema maak, ken ik de context nog niet. Want ja, ik maak dat schema, ik noem maar wat, ik maak dan maandag altijd programma's voor de week. Maar ik weet niet wat er donderdag aan de hand is, hoe warm het is. Ik weet wel wat er zijn, maar ik weet ook niet wat woensdag gedaan heeft. Dus complex is super belangrijk. Ah, okay. En dat is dan de vraag naar mijn trainingsfilosofie. Of, nou, dan hoort dat gevoel erbij. De context is denk ik een heel belangrijke. En ik ben gewoon heel erg nieuwsgierig. Ja. Dus ja, hoe het met iemand gaat. En past daar mijn beleid op aan. En dat is wat ik dan individuele begeleiding noem. En dat vind ik heel belangrijk. Of daar krijg ik energie van. Ja.
Maar is dat dan eigenlijk dat jij eens meer stuurt, ik geef geen wattage op, maar ik zet gewoon van de RPE, dus die Rate of Perceived Effort of Exertion, zeg maar op die Borg-schaal van 6 tot 20, zeg je, nou, nu ga je dit interval doen op 17 of op 18. Is dat ja, inderdaad? Ik geef die getallen niet, maar ik ben een hele simpele trainer. Ik heb niet zo heel veel verschillende trainingsmethodes of trainingsmiddelen. Ik heb rustige duurtraining. Ja, dat moet gewoon rustig. Dus ja, als je dan naar de RPE kijkt, weet ik veel, is dat misschien 8. Ja. En dan heb ik tempo duur. Dat is mijn tweede trainingsmiddel. Dat is ook heel simpel. Dat is zeg maar het tempo voor mensen, als je amateurs hebt, dat is op de fiets het tempo wat je in Ironman kunt volhouden. Ja. Dat is een beetje irritant tempo, waar je nog wel kunt praten, maar nou ja, goed, dat is ook iets, een gevoel wat je bij die training ontwikkelt. En dan heb ik hard. Nou noemen we het, wordt dan het genoemd of zo, maar ja, dat kan het zijn over, het kan ook het zijn over 8 of 10 minuten. Ik bedoel, en dat zijn de simpelste methoden, want daar hoef ik geen RPE op te geven. En als ik hem opgeef, zeg ik 20. Het moet gewoon zo hard mogelijk. En eigenlijk een simpel model is dit ook. Ja. Ja, want jij bent heel erg volgens mij, dat las ik ook in het interview van Annemiek met jou, gepolariseerd trainen is wel jouw ding, hè? Toch? Even denken aan moeder. Ja. Wat is dat? Gepolariseerd. Dus je gaf het al aan. 80, nou ja, 80-20, daar zul jij misschien wat nuanceren. Maar het idee is... Veel volume, ooit, rustig. Ooit ondervraagd eigenlijk door die... Noorwegen, hè, bij de skiers. En die heeft gewoon gecheckt van wat de toppers, hoe trainen die? Ja, dan is het 80% rustig aan. Duurtraining, 20% knetterhard. Is dat ook jouw visie, Louis? Ja, dus zoals Jurgen zegt 80-20. Ik denk dat het realistisch gezien eerder 90-10 is. Oh, echt? Nog extremer. Plus, moet ik daar nog bij zeggen, het hangt een beetje van je typologie af. En kijk, als jij meer zeg maar, van het echt snelle, explosievere type bent, bijvoorbeeld in Marianne is het misschien wel 98-2. Oh ja. Wauw. En op het moment dat je de absolute duurtalent bent, met weinig versnelling voor jezelf, of weet je wel, bij een anaerobe systeem voor niet zo jouw kracht is, en dan zit je misschien wel wat meer richting 85-15. Ja. En dus daarvoor die lange relaties, je leert iemand kennen, je weet gewoon, ik ga wat meer die kant uitbewegen. Dat polarized model, ik doe het zelf zwart-wit model, eigenlijk als een hommage aan mijn opleider Jan Jansen. En die dit 30 jaar geleden al heeft gezegd, je moet niet grijs, maar je moet zwart-wit trainen. Alleen die werd toen uitgelachen, want toen deden we allemaal, ik inclusief, was het de periode van Conconia, toen moest je zoveel mogelijk training op je drempel doen. Ja. Ik heb er ook aan meegedaan, hij zei dat is gewoon absoluut gul, onzin, je moet zwart-wit trainen en niet grijs. Ja. Waar haalde hij zijn kennis vandaan toen? Ja. Maar dat is uniek, want ik scherm met die studie van Seiler, maar die is, het lijkt alsof hij al veel meer wist. Was dat puur proefondervindelijk of waren daar al studies over eigenlijk? Je moet ook een beetje geluk hebben in je carrière en dat heb ik wel gehad door onder andere hem tegen te komen. En sommige mensen zijn gewoon geniaal, alleen ze zijn zo geniaal en... Ik ben niet geniaal, dus ja, ik snap het gewoon. En heel veel van de dingen die hij riep, waren heel erg controversieel. Onder andere dat zwart-wit, want dat paste niet in die tijd. Echt, het gaat echt letterlijk over, begin 90 jaar. Ik denk, ja, waar heeft hij het over? Mm-hmm. Ik wilde het wel begrijpen, maar ik kan het niet begrijpen. Nou, ik had het toen ook over... Dat was in de periode dat je 70% van je voeding uit koolhydraten moest halen. Zei hij, ja, je moet meer vet eten. En daar had hij een reden bij. Hij is van origine humaan, bioloog, biochemicus. Ja. Inmiddels is hij sportarts. Maar hij deed dat vanuit het feit dat testosteron te maken heb je cholesterol nodig. Cholesterol te maken heb je vet nodig. Nou ja, weet je wel. Hij zag natuurlijk heel veel dingen terug bij topsporters. Nou, heel veel van die zaken... Die hij toen liep, kan ik nu plaatsen. En toen nog niet.
Ja. Hey, laten we zo even dat onderwerp hoogtestage tussen jullie twee uitvreten. Maar ik wil vast een paar ingestuurde vragen vast aan je voorleggen, Louis. Onder andere één van de twee vragen van Annemiek van Vleuten. Hoi Louis. Ja, je bent altijd super bescheiden en ik vind dat je dat onwijs siert. Je bent een coach die niet op de voorgrond hoeft te treden, omdat je jezelf ook niet meer hoeft te bewijzen als coach. In tegenstelling wat ik wel zie gebeuren bij andere coaches. En ik vind het zelf een heel erg sterk punt van je. Deze vraag ga je misschien wel wat lastig vinden, want ik ben heel benieuwd waar jij het meest trots op bent als coach. Wat jij als coach hebt bereikt met een van je atleten of met je atletengroep. Dus waar je zelf een heel groot aandeel ook had in de prestatie. Wat is nou als je terugkijkt naar al die jaren, al die ervaring? En ik weet niet of ze nu zitten hinten naar haar eigen wereldkampioenschap. Maar de vraag is aan jou, Louis. Nou ja, weet je, ik ga twee dingen eigenlijk noemen. Eén is, zeg maar, noem het dan maar het verzameld werk. En dat is, zeg maar, lange relaties met atleten. En er zitten hele bijzondere prestaties tussen. Heel erg trots ben ik op iets wat ik echt helemaal aan het begin van mijn carrière heb gedaan. Dat is met, kennen jullie niet eens, Sophia Peeples. Een meisje, 45, maar een meisje uit Stijn. Ik kwam gewoon als 16-jarige, kwam die bij de lokale atletiekvereniging waar ik op dat moment werkte. En die deed triathlon. Alleen triathlon stelde toen niet zo heel veel voor. Zij was een junior. Maar ja, lang verhaal kort, heel veel aandacht voor blessures, want ik kwam uit het zwemmen. Waarschijnlijk ook geen supertalent. En uiteindelijk heeft zij de Olympische Spelen in Sydney gedaan. Nou ja, daar ben ik bijzonder trots op. Dat was echt de eerste die van echt letterlijk, zeg maar, binnengelopen bij de atletiekvereniging tot dat niveau. Nou ja, dat vond ik wel heel erg mooi. En het tweede is eigenlijk, ik denk dat dat iets over het verzameld werk zegt, is van, het is niet zozeer een prestatie of een overwinning waar ik dan direct trots op ben, maar ik gaf pas geleden nog het voorbeeld van dat je een gevoel van trots hebt. Was, ik weet niet eens van welke tour dat het was. Ik denk de laatste klassement van Robert werd die 6 in de tour. De dag voor het einde was de etappe naar Ambuwerk. Ik hoefde die dag niet mee in de auto. Dus wat deed ik dan? Dit kwam met de osteopaat rijden voor het peloton uit. En we gingen op de korte verboog staan en dan mag je nog een bidon aangeven, omdat het, zeg maar, de innerlaatste call is. Dus ja, wij gingen er staan binnen de hekken en dan sta je te wachten tot die renners komen. Je bent veel sneller als we met de auto. Dus we waren er een half uur voor tijd. En op een gegeven moment voltrekt zich dat dan wel. Als jij in de tour zit, ben je heel erg procesmatig en met de wedstrijd bezig. Maar niet zozeer met de emotie van de koers, et cetera. Maar ik stond daar nou en ik helikopters, politie, motoren, et cetera. En op een gegeven moment kwam dus, zeg maar, de kop. Er waren 10 of 12 renners. Nou ja, Geraint Thomas die reed op kop. Vroom en in dat wiel zat Quintana, Valverde en Stevie, Steven Kruiswijk en Robert. En dat was voor mij eigenlijk overkoepelend gevoel, want ik denk, fuck, die gasten zijn goed en daar mag ik mee werken. Dat was misschien wel een split second, maar dat was zo'n apart gevoel. Misschien wel veel aparter als ik zeg, ja, Annemiek wordt wereldkampioen. Ook heel apart. Alleen op dat moment drong het op mij door van, goh, je hebt toch best wel een speciale hobby, zeg maar. En dan heb je ook nog die broek. Ja. Dus ja, dat vond ik, ja, nou ja, dat vond ik wel speciaal. Ja, mooi. Nou, ze schrijft er onder haar vraag nog een mooi compliment voordat ze dadelijk nog een gemene tweede heeft. Maar die bewaar ik even tot het einde. Ze zegt, ik kan voor mezelf spreken dat Louis bij mij een grote invloed heeft omdat we een team zijn die samen plannen smeden om mij in topvorm te krijgen mentaal en fysiek op het juiste moment. Dus ze onderschrijft nog een keer wat je net ook benoemd, hè, die lange relatie. Ja, ja. Mogen we het dan over hoogtestage hebben? Ja, we gaan het over hoogtestages hebben. Ja, Louis, heb jij toevallig kans gehad om aflevering 16 van de Slimmer Presteren podcast helemaal te luisteren? Nee. Ik heb vorige week was ik. Dat is een samenvatting van het artikel een beetje, hoor, wat ik schreef. Ja. Nee, maar ik vind het wel leuk dat jij zegt van, want ik als Annemiek van Vleuten, dat
die komt wat vaker in het nieuws. Ook als zij vertelt over, die is natuurlijk berucht van de hoogste stages. Ook afgelopen jaar natuurlijk Colombia, een paar maanden geweest, echt hoog. En wat ik wel altijd hoor bij haar is dat zij de eerste zin zegt, ja, nee, het is nou niet echt zo dat je daar enorm beter van presteert. Dus zij nuanceert die boel ook. Maar zegt zij al van, ja, A, ik vind het heel leuk en fijn om een ander land in de bergen. En B, ik reageer er goed op. Dus dat denk ik al, dat zet al een beetje de toon van, nou, het is niet, dat je het per se, dat het zoveel prestatieboost hoeft te geven. En ten tweede van dat ze zegt, ik reageer er goed op. Ja, dan kom je op het punt van die responders, non-responders. Waar ik toch sterk het idee van heb, ja, dat is dus ook aan de hand van de studie weer dit jaar verschenen. Hebben ze meerdere sporters bekeken die op hoogtestage zijn gegaan. Meerdere keren achter elkaar. En dan gekeken naar toename hemoglobine met name. En wellicht prestatieverbetering in een inspanningstest. Ja, de ene atleet reageert op de ene hoogste stage wel positief. Maar een volgende hoogste stage kan die best wel negatiever reageren. Is in jouw optiek, kan iedereen goed reageren op een hoogste stage? En wat maakt het verschil dan met die studies die in de wetenschap zijn verschenen? Ja, er zijn een hele hoop vragen. Hij heeft zich tot de tanden bewapend. Dat is ook goed. Kijk, ik denk als je geen effect hebt van een hoogste stage, heb je fouten gemaakt. En dat kan ik makkelijk roepen, want mij interesseert het eigenlijk helemaal niks. Of ik kijk niet naar hemoglobine. Ik kijk niet naar aantal rode bloedcellen. Ik kijk naar presteren na de hoogtestage. Ja. En ik kijk ook niet naar, heeft dat nou te maken met de hoogte? Of met het feit dat we daar wel of geen krachttraining hebben gedaan? Of dat je meer klimkilometers gemaakt hebt? Eigenlijk vind ik dat allemaal niet zo boeiend. Mij gaat het gewoon om beter presteren. Ja, ja. En ook nog eens in de context van die renner. En heel veel wetenschappelijk onderzoek is natuurlijk volledig uit zijn context gehaald. Want ja, uiteindelijk wil je een Tour de France van 3 weken goed rijden. Maar ja, je moet iets testen. Dus ja, dat doe je dan vaak in een ramprotocol of in een tijdrit van een uur. Maar in hoeverre is die tijdrit van een uur representatief voor de Tour? Ik heb echt verschrikkelijk veel onderzoek gelezen over hoogte. Een paar heel interessante congressen gedaan, onder andere de congres in Colorado daarover, waarbij je ook met collega's er nog een keer over. Maar de belangrijkste informatie die ik heb, is dat ik in 1998 gemiddeld 2 keer per jaar op hoogte ga. Ik heb het net even zitten uitrekenen, dat is mijn deurloopje, maar ik heb gewoon 2,5 jaar van mijn leven op hoogte gemaakt. En daarnaast zeg maar, veel fouten van sporters op hoogte gestuurd. Ja, maar die 2,5 jaar is dat ik er zelf ook nog eens blij was. En dus ik kan een beetje naar de resultaten kijken. Ik kan een beetje kijken naar wat doet het ook met mij. En dan denk ik, ja, het is een fantastisch middel om prestaties te beïnvloeden. Ja. Maar je moet het op de goede manier doen. Ik geloof wel dat ik geloof niet dat er die, misschien zijn er wel non-responders, maar dat zijn er heel weinig. Ik denk dat als je non-respond, zeg maar, heb je of verkeerd getraind, of als dat regelmatig voorkomt, moet je hoger gaan. Zodat je wel gaat responden. Wat is wat jou betreft, Louis, de grote toegevoegde waarde dan? Wat is wat jou betreft de sleutel van dat beter presteren na zo'n hoogste stage? Als ik er iets over moet zeggen, denk ik dat met name de aanpassingen in de spier, dat zou ook even kijken. Toen ik ermee begon, was het allemaal sleep high, train low. En daar heb ik vanaf het begin niet in geloofd. Ik ben veel meer van het model van, nou ja, Greg Warmi, sleep high, train high and low. Dus op het moment dat wij op Sierra Nevada zitten en ik wil niet heel hard gaan, dan ga ik gewoon naar beneden, naar 800 meter. Maar het liefst doe ik heel veel boven, behalve de, nou ja, wat we daar straks hadden over die hele intensieve hitsessies. Dan wil ik gewoon dat ze ook neuromusculair die spier meemaken, wat duurt om veel mogelijk te trappen. Dat spel heb ik door schade en schande, en wat ik al zei, over iets van in ieder geval meer dan 40 hoogte staan, denk ik dat je daar een beetje gevoel voor krijgt door dat gewoon heel veel te doen. En nogmaals, of dan het
effect in je rode celmassa zit of wat dan ook. Ik denk dat het probleem is met wetenschappelijk onderzoek, maar met name presteren, is dat eigenlijk het verschil tussen, het is een lineaire gedachte, als ik op hoogte ga, dan komt er aan het eind van de rit dat uit. En een sportprestatie is non-lineair, heel complex. Ja. Heel vaak willen wij zeg maar op de dinsdag nog dat baanprogramma doen, want dan ben ik zondag goed. Terwijl ja, in een complexe wereld werkt dat niet zo. Alleen ja, wij maken iets wat heel complex is, maken we lineair. Dat doen we allemaal, doe je ook mee. Ja. Of ik heb vanochtend een gesprek met ei gegeten en toen was ik heel goed, dus dan ga ik elke keer gesprek met ei. Ja, maar, je bent een fan van taal hebben, hè? Klopt dat? Wacht even, ik wil nog even hoogstage afronden, want dan ga ik nu toch een beetje de angel eruit halen. Als ik daarom vroeg, ik heb je de hele aflevering geluisterd, want uiteindelijk kom ik tot de conclusie, Louis, dat met name voor het effect op rode bloedlichaampjes is geen wetenschappelijk bewijs. Al die andere benefits die jij ook beschrijft, die worden wel degelijk onderschreven. Dus was de conclusie ook, hè? En jouw missie, Jurgen, noem het geen hoogstage, maar noem het een trainingstage en dan ben jij weer in blij. Een trainingstage in de bergen. Ja, precies. Nou, dan... Op hoogte. Ja, op hoogte. Ja, ja. Oké. Okay, alleen daarom mensen die hebben een ander begrip van hoogte bijvoorbeeld. Ja, nou, maar je kan dit dus ook eigenlijk, wat je zegt, in een klimaatkamer kan je ook gaan zitten, dus waar jij je eigen lucht in gooit. Ja, maar als ik goed luister naar Louis, zeg je ook, Louis, het is met name ook de klimkilometers trainen, ja. Toch? Ja. Ja, maar dat is ook dat is gedacht, is maar één... Klimkilometer is ook maar één factor. Dus ik denk dat het met heel veel dingen te maken heeft. En ik werk in de NS1-wereld. Ja, en tuurlijk. Eigenlijk onderzoek in de NS2-wereld. En ik moet op zoek naar wat werkt voor die NS1. En daarbij realiseer ik me ook dat er heel veel factoren zijn die een rol spelen. Die ik niet eens allemaal weet. Waar ik probeer zoveel mogelijk controle over te krijgen. Maar dit is maar een poging. Snap ik. Heel, nou, helder. Zal ik nog even een leuke vraag tussendoor doen? Of wil je hier nog even op door? Ja, nog even van, dus als een atleet last van heimwee heeft of zo, bijvoorbeeld, en gewoon zo'n hoogtestage dan niet ziet zitten, dan is het eigenlijk, en daar kom je al bij dat eerste etentje al achter, dan is het eigenlijk zoiets van, nou, dan is het misschien beter als wij niet met elkaar in zee gaan. Of wil je het zo scherp niet eens neerzetten? Nee. Dan is het ook een optie om gewoon geen hoogtestages in te plannen. Oké. Ja. Ja. Ja, zou ik even een paar leuke korte praktische tussendoor. Welke doe ik eerst? Ik doe eerst de vraag van Lisbeth Kemkers. Die deed mij wel glimlachen. En ook omdat je nu toch een aantal dames ook... Zij vroeg, wat hou jij aan als herstelweken na een bevalling? Wanneer mag je weer rennen? Dat is een rare specifieke vraag. Zeg, ik vraag je dit nou omdat je weet dat Louis atleten heeft die zwanger zijn? Zij zei, nee, niet precies. Maar met al die vrouwelijke topatleten komt hij dat misschien best tegen. De laatste informatie die ik heb zijn dat leden die ik op het moment begeleid niet zwanger waren. Nee. Dus zij schrijft ook niet dat ik weet ook, maar ze zegt ik heb dat zelf wel. Ik ben triatleet en inmiddels zwanger van nummer 2 en ik merk dat de medische wereld nogal veel verschillende adviezen geeft. En daarom ben ik wel benieuwd of hij daar een idee over heeft. En ze zegt zelf al ja of niet en dat is het ook prima. Dus heb je daar... Nee, ik ben een specialist en ik denk dat het goed is om te bewegen. Maar dat je heel erg moet uitkijken wat je doet, bijvoorbeeld zwemmen. Zwemmen wel, lopen niet. En fietsen zit er een beetje tussenin. Ja. Ik bedoel, jouw handenapparaat heeft natuurlijk toch gewoon een enorme optater gehad. Nou ja, je wil niet vanuit een zwangerschap in een blessure terechtkomen. Dus ja, ik zou proberen om de excentrische component zoveel mogelijk uit te schakelen. Ja. En eigenlijk kijk dan nou, wat kan wel, zonder een klein risico. Als je niet kunt fietsen, kun je misschien wel op een elliptical of wandelen of weet ik veel wat doen. Uiteindelijk gaat het om fitheid. Hoe fitter je bent, hoe makkelijker je uiteindelijk op trainingen kunt gaan doen die jou beter maken. Ja. En heel veel mensen die kijken alleen maar, of heel veel coaches kijken naar het deel waarvan je beter wordt. En ik kijk heel erg naar het deel die ervoor moet zorgen dat je überhaupt in staat bent om die trainingen aan te kunnen. En dat is voor mij het interessante deel. En ja, dat is wel een vrij saai deel.
Ja, de bodem van de piramide noemen ze dat, hè? Saaiheid omgaan, want dat is onderdeel van hun beroep of hun passie of hoe je dat wil noemen. Laten we maar over de passie triathlon. Dat is namelijk onze passie zeker. Geworden, zeker. Is denk ik jouw eerste passie, was het hardlopen of ben jij, want ik las iets over jouw eerste triathlon, een derde ergens in Limburg, in een pak van de brandweer. Is het daar een beetje begonnen, jouw liefde voor de triathlon, klopt dat? Ja, absoluut. Ja, ik was hardloper vanaf mijn 15. Ik kom uit een handbalfamilie, mijn moeder was handbalster. En ik heb altijd gehandbald, maar dan ben ik gaan hardlopen op mijn 15e. En dat vond ik leuk. En uiteindelijk denk ik op mijn 20e heb ik mijn eerste triathlon gedaan. Dat was meteen een derde. En dan ben ik in het pak van de brandweer 2 keer lek. Dus ik denk, dat is wat voor mij. En dat is ook inderdaad... Als je daar het wordt allemaal korter. Sprintafstand, superleague, noemen we het op. Quinty, ja, die moet vooral voorzichtig zijn om een kwart te doen. Ik denk, ja, ik weet, mijn eerste was wel een derde en mijn tweede was de halve van Stijn. Toen was ik net, 20 of 21. Dat je gewoon een halve triathlon, ja. Nou, en het enige waaraan je dacht was, wanneer ben ik klaar voor de hele? Ja, dat zal dat volgend jaar zijn. We hebben trouwens ook een vraag van Quinty zo voor je. Ja, nee, maar dit is wel goed dat jij dit... Want ik was ook een... dat hebben we wel eens een keer verteld. Mijn eerste triathlon was een kwart triathlon in Hilvarenbeek, mijn geboortedorp, op mijn 16e. En ik vond het fantastisch. Zwemmen in het kanaal, zonder pak, want het was net warm genoeg, wel veel kouder. Nou, een geleende fiets bij wijze van en op je tennisschoenen hardlopen. Superleuk. En eigenlijk heb ik daarna, 30 jaar niet aan triathlons meegedaan. Totdat ik, mijn 40 jaar, ben vorig jaar weer begonnen. 2 jaar geleden, Amersfoort. En wat me toen opviel is van, jeetje, wat een fanatieke, lui, geweldige fietsen. Allemaal, het ziet er zo serieus uit. Waar is de lol gebleven? Inmiddels, nu ik lid ben van UATT, denk ik, er zit er genoeg tussen die dit ook allemaal voor de lol doen. Maar ik zie wel een enorme verandering voor iemand die 30 jaar niet heeft gekeken in de beleving van triathlon. Heb ik dat alleen of zie jij dat ook? Dat het de professionaliteit die het heeft? Ik ben natuurlijk 15 jaar uit de triathlon in Nederland weg geweest. En ik weet nog heel goed dat. In mijn laatste jaar of zo, dat ik een brief geschreven heb naar alle dames licentiehouders om gewoon voldoende starters aan de start te krijgen op een NK. Ik denk, dan is het een beetje leuk. Mm-hmm. Gewoon een persoonlijke brief om uit te nodigen. Please do mee. Yeah. Ja. Toen was ik, als je dat nu bekijkt, ik was vorig jaar bij die Super Sunday daar in Arnhem. De teamcompetitie, ik wist echt niet wat ik zag. En daar zag ik wel een hele hoop plezier, moet ik zeggen. Ik denk ook dat iedereen door het proces van beter worden kan natuurlijk ook plezier. Alleen, zo heel lang geleden was het gewoon, het was meer avontuur. Nu weet iedereen dat hij dat kan. Maar als je wil, hier in Maastricht is een Ironman geweest. En daar kijk ik dan ook. En dan kijken daar gewoon alleen al uit Maastricht 50 mensen mee te doen. En dan hebben we van 30 hun eerste Ironman doen. Het is misschien... Toen was dat nog een berg. Ja. Blijkbaar is dat niet meer zo. Hè? En dat is ook zo. De beperking zit in je hoofd. Maar dan kun je sowieso niet trainen. Dus ja, het blijft wel boeiend. Ik vind het wel boeiend dat zoveel mensen aantrekt. Ik bedoel, dat is een hele kleine sport. En inmiddels, volgens mij waren we vorig jaar de snelst groeiende sport in Nederland. In 2019 was dat denk ik. Ja. Ja, dat vind ik wel boeiend. Dus er is toch iets wat die mensen aantrekt. En iets wat, laten we eerlijk zijn, bij een baan best gecompliceerd is. Ja, maar dat meteen een goed punt. Dus mooi om dat te zien. Dat het aantrekt. Veel meer mensen doen het. Maar kijk je naar de absolute top. Ja, dan moet het toch kritisch zijn. Ja, je hebt in Duitsland gewerkt. Als ik denk aan echte triathlonlanden. In ieder geval Duitsland was dat toen. Nog steeds, denk ik. Amerika, noem maar op. Terwijl in Nederland zeg ik van ja, we kunnen allemaal goed fietsen. We zwemmen, dat doet het kind van jongs af aan. Waarom lukt het dan niet om echt van die wereldtoppers... Nou ja, natuurlijk, ze zijn er wel. Maar
Het is nog lang niet zo zoals we kennen gewend zijn van het wielrennen bijvoorbeeld. Is dat een kwestie van tijd of zit daar iets anders nog achter? Nou, dat begint met het feit dat er, denk ik, triathlon in Nederland toch iets is voor, nou, laten we zeggen, na je 30ste. Dat is, zeg maar, als je een groot deel, de jeugdafdelingen zijn niet rijkelijk gevuld. Hè. Dat wel kan, merkte ik toen ik in Duitsland ging werken. Want de eerste maand van mijn werk daar, dat was 2001, ben ik, zeg maar, de hele republiek rondgegaan, van Bundesland naar Bundesland. En of je dan in Noord-Rijn-Westfalen bent, in Saarland of in Hesse, overal kom je in een situatie als Nederland, maar dat is wel 16 keer Nederland. In Neubrandenburg, ja, dat is, verder weg kun je bijna niet gaan, maar daar liep meer jeugd van als in heel Nederland. En dat was dan één steunpunt, maar daar waren er 16 van. Noord-Rijn-Westfalen heeft evenveel inwoners als Nederland, als je kijkt wat daar op Nederland gebeurt. Dus eigenlijk, de Duitsers hebben mij toen benaderd omdat ze het ongelooflijk vonden, zeg maar, in de aanloop naar Sydney, zeg maar, uit zo weinig licentiehouders of zo'n klein land uiteindelijk nog zoveel geïnvesteerd werd. Dus je kunt het ook een keer van die kant kijken. Ik denk dat onze kans zou moeten zijn dat triathlon nog aantrekkelijker wordt voor scholieren. Dus we moeten investeren in de jeugd, zeg je eigenlijk. Nou ja, dat is ook logisch natuurlijk. Als je meer top wil hebben, moet je een bredere piramide bij de jeugd hebben. Is triathlon leuk genoeg voor jongeren? Ik heb een dochter van 9. Die probeer ik als het even kan op een teamsport te krijgen. Want dat is goed voor je sociale ontwikkeling. Als die nu al normaal moet gaan zwemmen, rennen en fietsen. Denk ik, nou, is het leuk voor kinderen, triathlon? Hier in Zet, dat is zeg maar ook een project samen met de school. En die doen heel veel samen. Als ik zie zeg maar de onderste dingen, de regiotrainingen, die doen heel veel samen. Daar zie ik eigenlijk heel veel lol in. En dat dat naar elkaar toe groeit, zeg maar. Ik ben nog heel jong, hè, 12, 13. Dus, en ik denk waar we echt interessant voor die doelgroep te maken moeten, we weer naar een formule zoals Super League. Andere volgorde, hele korte afstand. Gewoon action, action, action. Makkelijk. Waar je bijna eigenlijk de hele wedstrijd kunt zien. En dat is makkelijk in beeld te brengen. Er gebeurt heel veel, want er zijn veel acties natuurlijk in de wisselzone. Ja, dan moet je zorgen dat er veel wissels zijn. Ja. Dus ik denk dat daar wel een stuk potentieel in zit. En ik denk juist dat het ook voor kinderen heel erg leuk is om te doen, die afwisseling. Ja, en we weten, ik denk die kentering, of het is nu ook wel duidelijk dat we de kinderen te vroeg allemaal op één sport hebben gestuurd of sturen. Te vroeg specialiseren levert niet heel veel op. Dus die aandacht is er inmiddels wel voor breed opleiden door middel van meerdere sporten. Nou, je zult dat Athletic Skills Model ook wel kennen, hebben we het ook over gehad. Dus in die zin is 3 sporten in 1 is al, nou ja, het lijkt mij, ja, de perfecte, waarmee triathlon de perfecte sport is eigenlijk voor de jeugd. Ja. Ja. Nee, absoluut. Ben ik met elkaar. Ja, dat zijn we met elkaar eens. Ja. Dus als we dat vertalen naar concrete tips, dan zeg je dus eigenlijk, goh, organisatoren van evenementen, kijk eens naar die nieuwe formats, die Super League-achtige formats, en kijk eens of je die voor de jeugd beschikbaar kan maken. Sport. En het zou natuurlijk, kijk, uiteindelijk helpt het ook. Ik bedoel, een beetje het Daphne Schippers effect in de atletiek. Er zijn heel veel jonge meiden die willen sprinten op het moment dat je 1 super topper hebt. Nou ja, in triathlon is het punt een beetje. We hebben met Rachel, nu ook Maya, echt wel goede atleten die ook met de wereldtop meegaan. Alleen ja, die sporten zijn vrij weinig op tv. Je moet op zoek naar die sport om het in de media te zien. Dat is geen onwijderende media, het is gewoon een constatering. Nou, mooie concrete tip. En volgens mij moeten we daar met z'n allen als triathlon in het Nederland naar kijken. Ook wij met de club en de andere clubs. Er zijn hier initiatieven lokaal op de Heuvelrug ook. Dus nou, mooi dat je dat belang nog een keer onderstreept. Ik kijk ook even naar de klok. Zullen wij een aantal de laatste kijkersvragen erin gooien? Goed plan. Doe even een leuke tussendoor van onze podcastcollega Guido Vroemen, die regelmatig hier is. We hebben hem natuurlijk ook even gevraagd om een vraag voor jou in te spreken. Hey Louis. Ik ben wel benieuwd wat jouw favoriete muziek is. Nou ja, die zit een beetje op het niveau van Guido's muziek. En dat is toch gewoon het wat hardere werk.
Queens of the Stone Age. Maar ja, dat is wel denk ik wel mijn favoriete band. Maar bedoel, daaraan gerelateerd. Heel veel in die hoek. Dus, leuk. Harde gitaren, harde rock. Harde gitaren, daar word ik wel vrolijk van. Ja. Lekker. Lopen Guido en jij dan ook samen bij de concerten? Ik weet het, misschien ben ik Guido wel eens tegengekomen. Ik kan me niet direct herinneren, maar het zou zomaar kunnen, ja. Leuk. Hey, een beetje een technische trainingsvraag van Frank Heukels. Die stuurde ons via Instagram de vraag in. Wat is de zin of onzin van heel veel benen zwemmen? En word je daar dan misschien ook een betere hardloper, vraagt hij zich door af. Hè? Als je die benen in het zwembad gaat trainen, heeft dat nog effect als triatleet? Wat is jouw kijk daarop? Ja, mijn expertise is niet direct het zwemmen. Ik kan er wel iets over zeggen. Ik denk dat je ook bij deze training moet kijken naar twee facetten. Aan de ene kant zeg maar het metabole facet en het andere het neuromusculaire facet. Dus zeg maar aansturing, techniek. Dan denk ik dat er een soort minimale hoeveelheid training nodig is om een efficiënte beenslag te hebben. Aan de ene kant, maar metabolen heb je het niet zo heel erg nodig. Het levert het denk ik niet zo heel erg veel op. Maar het is gewoon onderdeel van je zwemtechniek. Mm-hmm. Dus hoort het erin te zitten. Ga je er ook sneller van lopen? Ik denk het niet. Nee. Dus jij... Onder als je de volume aan benenarbeid gewoon veel te laag zit. Ja. En juist in de, wat we met Riemann proberen is benen te gebruiken ter met maar ligging, stabilisatie en heel weinig in aandrijving. Maar ja, je wil graag gewoon met een beetje goede benen de fiets op. Ja, dat heb ik ook altijd begrepen. Ja. Als triatleet hoef je niet zoveel te benen zwemmen. Dus maar je benen zijn wel in je ligging, dus in zoverre is het wel belangrijk. Ja. Dan een leuke ingesproken vraag van een van jouw atleten. Haar naam viel al een paar keer. Quinty Schoens, die benaderde ons. Die zei, nou wat leuk dat ik een keer een vraag kan stellen aan mijn eigen trainer. Zij sprak de volgende vraag in. Hey Louis, Quinty hier. Mijn vraag is, wat is een reële tijdsindeling van alle drie de triathlon onderdelen? En op welk onderdeel moet je de meeste nadruk leggen als je maar over 10 uur per week beschikt als amateursporter naast je werk? Groetjes! En het is leuk, want dit sluit heel erg aan bij een vraag van Remco Renes, vriend van de show. Hele lange vraag, maar ik vat hem even samen. En daar zegt hij dat ook. Als recreatieve triatleet met een fulltime baan moet je je richten op het volbrengen van de afstand, zeker als je voor midden of lang gaat. Welke van de vier disciplines kan je dan het beste trainen? Eén van de drie of juist de combinaties? Wat heb je voor tip voor ons als amateurs? Wat uiteindelijk gewoon belangrijkste is gewoon dat je veel doet met weinig risico. Nou ja, met zwemmen is laag risico. Met fietsen is laag risico. En met lopen is niet zo laag risico. Want risico op blessures. Mm-hmm. Dus op het moment dat ik dan een keuze moet maken in de verdeling van training, zou ik relatief veel fietsen. Ook omdat je daar je intensiteit laag kan houden. Als je dan kijkt naar dat polarize of zwart-wit model, dan staat daar heel erg goed in. Waarbij je lopen misschien wel wat specifieker doet en je aerobe systeem vooral traint met fietsen. Die keuze zou ik dan maken. Ja. Dus je zegt veel fietsen relatief en lopen op lopen besparen. Ja. En dus natuurlijk zo op de lange afstand bepaalt fietsen ook gewoon je eindtijd voor een groot deel. Ja. Waarom? Het duurt gewoon het langste. Dus op het moment dat je fitter van de fiets afkomt, kun je harder lopen. Ja. Dus daarom zeg ik van ja, zeker bij de amateur triatleet, lopen wordt ook al snel te intensief. Omdat je vaak een wat hogere intensiteit nodig hebt om gewoon überhaupt te lopen. En met fietsen kun je dus wel je aerobe systeem optimaal prikkelen. Want anders gaat alles, zoals Seiler dat zegt, een beetje naar het midden. Wat ik net grijs noemde. Ja. Met fietsen kun je echt heel zwak zijn. Gerrit kijkt naar zichzelf. Ja, ik leer hiervan, want ik zit nog als amateur lopen vind ik het moeilijkst en kon ik het minst. En kost me aan de andere kant het minste tijd. Hè. Een uur lopen levert voor mijn gevoel meer op dan een uur fietsen. Dus ik merk dat ik heel veel energie in lopen steek. Maar je zegt dus eigenlijk, ga maar op de fiets zitten. Ja, en het liefst zo lang mogelijk. Ja. Ja, okay. Liever,
Dank, hoofdcoach van de NTB. Ja, ja, nou, dat is wel echt iets wat ik nu even moet omdenken. Als ik meer ga fietsen, ga ik harder lopen. Dat ik voel een tweet aankomen over deze aflevering. Als ik meer ga fietsen, ga ik harder lopen. Maar ja, echt heel weinig. En als je ziet voor 18 nog in de wedstrijd lopen, en dan doe je op fietsen. Nou, Richard Murray heeft net boven 28 minuten gelopen op 10 kilometer. Met gemiddeld 50 in de week. Ja, ga maar een loper zoeken die dat kan. Die bestaan niet. Ja, maar dat komt uit de fietsen. Ja. Wauw. Dat is wel echt even een inzicht wat ik hier pak uit de podcast. Er is ook wel wat onderzoek naar gedaan. Cross-training effect. Ik bedoel, ja, dat uiteindelijk fietsen ook een invloed heeft op lopen. En je ziet nu ook in het lopen de goede lopers ook wel eens de fiets pakken. En ik denk dat dat een hele verstandige keuze is om uiteindelijk gewoon weer fitter te worden. Ja. Ja. Ik had je beloofd, ik zal eindigen met een leuke vraag. Dus dan pak ik nu, ik heb nog een beetje een gemene vraag van Annemiek ook. Annemiek van Vleuten, die had namelijk nog een tweede vraag. Nou Louis, ik heb nog een lastige vraag voor je. Wat is je grootste misser als coach van atleten geweest? Dus iets waarmee je achteraf echt denkt dat je echt niet zo goed hebt gedaan. Ik ben heel nieuwsgierig überhaupt of je zoiets kan bedenken. En en wat het dan ook is. Dat is een hele lijst denk ik wel. Hè? Als je dit maakt, maak je ook heel wat missers. Het is eigenlijk heel simpel. De Olympische Spelen, Sydney, was een totale misser qua uitslag. Ik denk dat we toen in de jaren daarvoor heel veel dingen goed hebben gedaan. Eigenlijk op de Olympische afstanden echt heel zichtbaar waren. En in 2000 waren we met 2 man in de top 10 op het WK. De Olympische Spelen waren echt super, super, super slecht. En die mannen waren met z'n 3 in de laatste 5 of zo. Maar de vrouwen hadden een beetje pech. Wieke die zat bij een valpartij. Dus ja, daar kun je dan niet zo heel veel aan doen. Maar dat was wel echt een grote misser. En als je dan je hele ziel en zaligheid 4 jaar daarin gestoken hebt, 24-7 daarmee bezig was, dat kwam wel aan. Daar ben ik wel even slecht van geweest. Ja. Maar dat voelt dan meer als falen. Ja. Sorry? Dat voelt dan meer als falen, kan ik me voorstellen. Zit daar dan ergens nog een les ook voor je? Die denkt, hé, dat ben ik sinds die tijd anders gaan doen. De les is, je kunt heel erg goed je best doen en proberen zoveel mogelijk dingen onder controle te houden. Alleen ja, het is geen garantie. Ja, ook dit was weer, ik denk dat bijvoorbeeld, het ging toen om Erik van der Linden, onze kopman. En Erik heeft rood haar, over het algemeen kunnen die niet zo goed tegen de warmte. Dat gold voor Erik helemaal. En wat is superveel geluk in Sydney. Want het was best wel koud, 14 graden. De dekens waren niet aan te slepen in de Olympisch dorp. Alleen 3 dagen voor de wedstrijd werd het 21. 2 dagen voor de wedstrijd 26. En de dag van de wedstrijd was het 30 graden. Maar, snap je? Dus ja, dat is weer, zeg maar, dan kun je op hoogtestage geweest zijn, de juiste voeding gepakt hebben, helemaal happy zijn. Maar dan gaat er zoiets lulligs, beïnvloed je prestatie. Ja, de vraag is, had je daar wat aan kunnen doen? Had je beter kunnen voorbereiden op dat soort dingen? Ik bedoel, daar zit dan vaak de les. Maar ja, dat was Sydney. En kijk ik toch al met schuin oog naar volgend jaar. Als het allemaal doorgaat natuurlijk. Tokio. Hebben ze de triathlon? Die valt echt in Tokio. Vindt die plaats? Of hebben ze die ook verplaatst? Net zoals de marathon? Weet ik eigenlijk niet. Nee, in Tokio. In Tokio. Ja. Oké, op wie... Ja, we hebben daar ook nog... Ja, de kwalificaties zijn denk ik nog niet allemaal al geweest. Of is het al zeker wie er mogen gaan namens Nederland? Ja, is gekwalificeerd. Oké. Okay. Meerdere keer al. En er is een team... En team staat op nominatie van kwalificatie. Op het moment dat de toestand zo blijft zoals hij nu is, we staan 7e, dan gaan we. Maar er komt nog een wedstrijd. Nu weten we niet wanneer, hoe en wat. Maar er komt waarschijnlijk nog een wedstrijd. En dan lopen we dan nog een risico om niet meer 7e te staan. Alleen daar werken we nu natuurlijk hard voor om 7e te blijven. Misschien nog wel wat te stijgen. Alleen dat doet er niet heel veel te stijgen. Maar we moeten daar blijven staan. Dan zijn we ook gekwalificeerd. Ja.
Leuk. Nou, leuk om je daarin te gaan volgen. Ja. Ik had je beloofd, ik ga met een mooie vraag eruit. De laatste vraag die we binnenkregen. Nou, we kregen meer vragen binnen. Laat ik dat dan ook even zeggen. Ik heb ze niet allemaal gepakt. Vrienden van de show en bekende topatleten gaan voor. Als je je afvraagt hoe je vriend van de show kan worden, ga naar vriendvandeshow.nl/slimmerpodcast. Laatste vraag is van Donald Volleberg. En die vraagt zich af, altijd mooi aan zo'n coach. Welke atleet die je begeleid of begeleid hebt, heeft de meeste indruk achtergelaten? En waarom wil hij dan graag ook weten? Goh, ik denk dat dat Robert is. En dan met name, we werken al, we kennen elkaar al 15 jaar. En wat me daar steeds van bij blijft, is, hij heeft natuurlijk heel veel meegemaakt in zijn leven. Echt wel een aantal traumatische dingen. Tot en met kleine dingetjes, valpartijtjes en drukjes en zo, zeg maar. En wat het ongelooflijk knappe aan hem is, en je ziet dat bij Annemiek natuurlijk ook terug, is van gewoon elke keer gewoon weer schouder gevonden en we gaan weer verder. En een voorbeeld daarvan is ook, Luik was naar Kluik, nou, daar viel die brak zijn schouderpijn. En die kwam hier in Maastricht in het ziekenhuis. Het geval, en dan zit je daar s'avonds, 11 uur, de dag daarna zou die geopereerd worden. En dan gaat het over, moet ik dit nog wel doen? Is dit wel verstandig? Wat doe ik met familie? Ja, weet je wel, op dat thema. Nou ja, dan ga je uiteindelijk ergens om 1 uur s'nachts naar huis. En de volgende dag geopereerd. Na die operatie kom je in de kamer op. Dan hebben ze hem zo'n wieltje gegeven waar je zegt, wat van kunt fietsen. En vervolgens is die plannen te maken voor verderop. Dat soort dingen maakt op mij een grote indruk. Dat al die dingen die hij heeft meegemaakt, en dat geldt voor meerdere sporters, elke keer gewoon weer, eigenlijk net zo snel, de lol van in dit geval het fietsen, ertoe bijdraagt dat je zegt, oké, we gaan de doelen stellen. En dat vind ik bijzonder knap. En bij wat hij heeft meegemaakt, hij heeft echt 100 keer wel een goede reden gehad te zeggen, het is gewoon klaar. Dit moet ik mezelf aandoen, maar elke keer is hij teruggekomen. Nu is het al een tijdje heel stabiel en het is mooi om dat te zien, dat zo iemand die dat allemaal heeft meegemaakt, dat hij nu helemaal happy in de land is en zo'n belangrijke bijdrage kan leveren. In dit geval aan de Vuelta van Primoz, ook in de Tour van Primoz, dat hij nog steeds zijn niveau haalt. En dat heeft gewoon alleen maar te maken met het feit dat daar kom je weer plezier even wat hij doet. Ja, mooi. Ja, mag ik? Jij mag de slotvraag stellen, Jurgen, doe het. Want voor de luisteraars die het nog niet weten, ik heb een boek geschreven en dat weet Louis ook namelijk. Ja. Want, dan moet ik toch even een heel iets wat me ontzettend trots maakte en ontzettend leuk vond om te horen. Ik herinner me een podcast van Annemiek van Vleuten bij onze vrienden van de Rode Lantaarn. Ja. En daar vertelde zij, als ik het goed onthouden heb, dat zij van haar coach, daar zit hij, het boek Het Maakbare Uur had gekregen. Ja. Met het idee om dat in ieder geval te lezen en misschien enthousiast te raken over dat prachtige werelduurrecord. Dus mijn vraag aan Louis is, heeft Annemiek het inmiddels gelezen, denk je? Weet je dat? En zijn de plannen er voor dat werelduurrecord? Ja, ze heeft het gelezen. Nee, er zijn geen plannen. Maar ik weet niet heel erg hard, laten we het zo zeggen, maar misschien komt het er wel een keer van. Het is geen absolute nee. Ik zou het ook wel een interessant project vinden, alleen. Wat is het dan? Want dat was een oud boek, zeg maar. Jij geeft volgens mij boeken aan mensen die geblesseerd zijn of ziek of jouw atleten. Ja. Wat heb jij haar gegeven voor boek toen ze gevallen was in de Giro Rosa? Afgelopen jaar. Welk boek kwam er voor na het maakbare uur? Het boek wat je dan kan lezen is gewoon Passion Paradox. Brad Stolberg en wat is het? Steve Magnus, denk ik. En zeg maar na het geval op het WK, toen ze zeg maar de knie ervan afbrak ongeveer, peak performance. Dat was gewoon een herkenning. En het mooie is dat sporters op dit soort dingen altijd terugkomen. En dat je dingen met ze doet. Dus ik denk dat het echt heel zinvol is om
gericht. Je moet ze niet alles willen laten lezen, want het zijn sporters geen lezer. En ook geen wetenschappers. Maar dat dit heel toepasbare boeken zijn, waardoor dingen voor hun duidelijk worden. En dan vind ik dat wel mooi, of dat nou het maakbare uur is, of peak performance, of de passion paradox. Soms kunnen ze zich afrusten, maar die goede dingen doen. Ja. Deze aflevering komt uit in de decembermaanden, dus leuk boekenlijstje voor onder de kerstboom en voor de kerstvakantie. Het maakbare uur, de Passion Paradox en Peak Performance. Mooi rijtje toch, Jurgen? Ik zou het wel weten. Ja. Jij zou een Peak Performance kopen. Ja, precies. Ja, de Peak Performance staat bij ons, die hebben we allebei gelezen. Die staat op de redactielijst voor een aflevering. Dus die gaan we in 2021 bespreken in de podcast. Goed boek, inderdaad. Mooi. Ja. Wat mij betreft breien we er een eerste eind aan. In de zin, Louis, als jij dit leuk en gezellig vindt, dan lijkt het mij fantastisch als we later wellicht nog eens een keer koffie met je mogen drinken. Prima, koffie was prima. Kijk, mooi. Die hebben we vast geneeld. Dank voor jouw tijd en bijdragers nu en je mooie tips. Hè? Een happy sporter is een goede sporter. Oftewel de aandacht voor het mentale aspect en alles wat er omheen zit. Aantal mooie praktische tips en antwoorden voor onze vragenstellers. Trainen op gevoel. Nou, koffie naar je hand, Jurgen. Jurgen zit helemaal te stralen hier. Ik denk dat we met Guido hier nog maar eens een robbertje over vechten. En de tip die ik er toch echt wel uithaal. Ga maar meer fietsen om sneller te lopen. Ik denk dat dat toch een goed voornemen voor 2021 moet worden. Ja. Dus dank voor deze concrete bijdragers. Graag gedaan. Ja, doe ik nog één keer de oproep, zoals altijd aan het einde van de podcast, aan iedereen die deze podcast voor het eerst ontdekt. Jurgen en deze podcast en Louis vonden elkaar op Twitter en Instagram. Daar zijn wij de @slimmerpodcast. Ga ons volgen, want dan kun je bijvoorbeeld de volgende keer dat we een leuke gast hebben ook meedoen met vragen insturen. Als we te veel vragen krijgen, zoals vandaag, dan geven we voorrang aan vrienden van de show. Als je denkt, wat is dat? Dan kun je naar de website vriendvandeshow.nl/slimmerpodcast. En daar kun je voor slechts €2,50 per maand. Ik dacht, dat zeggen wij eigenlijk nog, maar zeg geen zakken. Nog minder dan een kopje koffie per maand kun je ons helpen deze podcast te doen groeien. Dus als je al een tijdje zit te twijfelen, doe het nou gewoon, hè, in het kader van de kerstgedachte wellicht. En je mag ons natuurlijk ook altijd mailen via post@slimmerpodcast.nl. Wij geven altijd antwoord. We vinden het leuk om jouw reacties te horen. En wellicht vragen die je nog hebt naar aanleiding van deze aflevering, dan sturen we ze eventueel door naar Louis. Dat was hem, Jurgen. Ja, leuk. Mooie aflevering. Dankjewel, Louis. En hopelijk tot de volgende keer. Goed. Hoi. Hoi.